Yo kijkers en welkom terug bij een nieuwe WWE 2K14 Universe Mode. We gaan door naar Raw nadat we verloren hebben voor de World Heavyweight Championship tegen Batista met Kofi Kingston. We zijn bij Raw, Bray Wyatt. Punt is, we hebben helemaal geen zak te doen. Ik zie hier wel een optie. We kunnen tegen Roman Reigns gaan clashen misschien, een soort van. Dus we hebben opties. Gaan we de Shield achterna met de Wyatt? We kunnen het doen. En het is op zich wel realistisch. Het gebeurt in het echt nu. Het is nog steeds zaterdag. Morgen is de pay-per-view. En dan zien we wel weer verder hoe het gaat met Shield en Wyatt. Maar voor nu, waarom ook niet? Lekker achter de Shield aanjagen. Stone Cold laten winnen. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het een prima plan. Let's do it. Boy, there we go. There we go. Wat jammer eigenlijk wat er is gebeurd bij Night of Champions. Ons wereld World Heavyweight Championship avontuurtje is ten einde gebracht nadat Batista ons 3 keer heeft afgemaakt op pay-per-view. En dan gaan we op naar Hell in a Cell. En we zullen zien wat er gaat lopen en wat er gaat gebeuren. En Roman Reigns, je kan de scheids wel neerslaan, maar dat betekent dat jouw eigen einde nabij is. Here we go, Bray Wyatt. Let's do it. Jij daar. Bam. Doe je ding, Stone Cold. Ja, goed zo. Ah, Stone Cold wint. Hey, misschien als we Stone Cold dan ook nog eens aan onze zijde krijgen. Hoe, het zou wat zijn. Het zou bruut zijn zelfs. Het zou ziek zijn. There we go. Hey. Exit. Bray Wyatt, de persoon waar we helaas niet Money in the Bank mee wonnen. Dat koffertje heeft Mr. Flair in handen. Nature Boy. Nature Boy die een match had, zag ik trouwens. Of niet? Ja. Oh, hij won van The Rock. Damn, son. Dat doe je goed. Dat doe je goed. Oh, hun rivalry continues to grow. Ha. Tof. Main event. Hebben we hier wat te doen? Curtis Axel, Bruno Sammartino heeft een match. We kunnen hier ook interfereren met Bray. Ik bedoel, Sting en Scott Hall. Sting was ook in het verleden bij WCW, had hij een verhaallijn met de NWO. Hij is zelfs lid geweest van NWO, van de Wolfpack. Dus ja, het zijn maatjes eigenlijk op zich, die twee, die Scott Hall en Sting. En wij laten even zien dat er een heel nieuwe dominant team aanwezig is. Namelijk de Wyatt Family. Laten we dus even Sting en Scott Hall aanpakken. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Let's do it. Allebei even neermaaien. We hebben natuurlijk Scott Hall een keer eerder gepakt, geloof ik. En dan gaat hij er nog een keer aan. Bam! Alright. En daar zijn we. Hallo. Ja, dan kan je wel aankijken. Nee, je hoeft niet te gaan pinnen. Kom op. There we go. Sister Abigail erop. Woo! Wyatt zijn aanwezig. De Wyatts zijn aanwezig. Making a statement. There we go. Netjes. Ben benieuwd hoe dit allemaal gaat lopen. Want we zetten even tempo erop. Want we gaan toch redelijk hard wel in dit jaar. Dit universe jaar. En ik wil nog wel wat bereiken met Bray. Ik bedoel, ik zal de kalender zo misschien wel even laten zien. Daar heb ik wat tijd voor. Hier hoeven we verder niks te doen. Daar hebben we niks mee te maken. We gaan naar SmackDown. SmackDown. Hebben we iets met Kofi? Nee. Kofi krijgt rust. Oké. Okay. Tof.
Ik neem aan dat we nou geen rivalry hebben. Wat staat hier allemaal tussen? Nee, Kofi heeft rust. Boy heeft rust. Dit wordt dus een hele snelle maand waarschijnlijk. Maar Hell in a Cell, we zitten... Ja, kijk, we gaan redelijk hard. We zitten denk ik ongeveer op de helft. Dus ja. Tof. We gaan weer door naar Raw. Want volgens mij is deze video nog heel kort. Dus we kunnen nog even door. Oh, waarom mogen we hier nou niet in interfereren? Dat vind ik nou weer jammer. We kunnen Hollywood Hogan aanpakken. Ja, dat vind ik een strak plan. We gaan Hollywood Hogan aanpakken. Dat is de champion, geloof ik. Ja. Plus, hij is ook leider van NWO. Geloof ik zo uit mijn hoofd. Of hij is in ieder geval lid van NWO. Let's get a look. Yep. Dus we hebben wat te doen. We gaan nu achter Hogan aan. Want we willen toch wel iets bereiken. There we go. We mogen interfereren. Zo. En dan gaan we weer naar boven. Mr. Boy. Moet ik alleen even kiezen. Gaan we Big Show laten winnen? Of gaan we gewoon... Nee, we gaan Show laten winnen. Even Hollywood en de hele NWO naar beneden takelen. Aangezien we opeens om wat voor reden dan ook niet bij Roman Reigns mogen interfereren. Doen we het maar zo. Dan gaan we gewoon direct achter de champion aan. Wordt het gelijk een stuk interessanter. Toch? Dacht ik zo. Lijkt mij wel. Hallo Hulk. Hoe is die? Ik moet even uitkijken hoe ik het doe. Want ik wil niet de verkeerde. Kom op. Kom op. Ik drukte toch echt. Laat mij gewoon mijn... Ah, vuilen. Wil ik ook een maai hem even neer, wil je? Dank je. Ja, daar gaan we. There we go. Show, pin die gozer. En dan maken wij de scheids wakker. There we go. We maken een punt duidelijk. De tijd van de NWO is voorbij. Wyatt's are taking over. Zo. Exit. Nou, hij gaat best lekker zo, toch? Ik bedoel, ik verwacht ook niet dat dit een interessante maand nu zal worden. Nu ik zag dat we nergens voor ingedeeld staan. Maar we kunnen in ieder geval leuke dingetjes doen. We kunnen in ieder geval de boel opnaaien, als het ware. Ja, ik weet niet waarom. Ik wil hier graag interfereren, maar het mag niet. Het mag niet. Nou ja, helaas. A war's breaking out. Hoezo? Hulk Hogan en Randy Orton. Randy Orton was er niet eens. Ik was er. Maar goed, het zal wel. Oh, hier is helemaal niks. Dat is een beetje triest. En dan zijn we weer bij SmackDown. Dan hebben we ook geen match. Apart Sheezel. Ik zie... Nee, No. Hebben we nu een keer een match hier? Nee. Maar we kunnen wel weer hier interfereren. Dus het gaat hard deze maand. Het gaat hard deze maand. We blijven gewoon doorgaan. Ik bedoel, waarom ook niet? Niet de leukste aflevering. Ik weet het. Maar goed. We gaan Orton maar verhelpen dan maar, zou ik zeggen. Want we willen iets. We willen iets. En waarom heeft hij een overall van 100? Dan moet ik maar even aanpassen een keer. Dat is een beetje overdreven. Een beetje heel erg overdreven zelfs. Hehe. De NWO neermaaien. Nou, is toch een leuk doel. Orton. Je hebt geluk. Ik sta aan jouw zijde. Oh ja, ik gebruik oldschool Orton. Haha. Was ik even helemaal vergeten. Zonder zijn arm helemaal vol getatoeëerd, maar alleen zijn tribal, zijn andere intro muziekje. Toen Orton nog baas was, als het ware. Hey, hallo. There we go. Alsjeblieft, Orton. Zo, nou, maken we de scheids maar weer wakker.
Ze mogen wel andere mogelijkheden doen van interferen. Zo aan het begin van een match zo, kijk, zo, mwah, weet je. Mwah. Het is niet zo speciaal, niet zo episch eigenlijk, zoals een normale interference kan zijn. Een goede uitgevoerde interference kan zo sick zijn. Maar dat is hier niet echt geweldig aangepakt. Maakt niet uit, ik bedoel, er zijn ergere dingen. Jeff Jarrett tegen Stone Cold en Jeff Jarrett wint. Oké, goed bezig. Dan gaan we door naar main event en dan... Oh, een match met Kofi. Eindelijk een normale match. Eindelijk. Zo. Tegen Abyss. De Monster Abyss. We zetten de match pace even op quick. Want dit is niet zo bijzonder. Dit is gewoon een time filletje. Dus dan zijn we ook zo klaar. Oh shit, ik heb intrace aangelaten, zag ik. Die skip ik wel gewoon. Het is main event, maar niks bijzonders. Abyss. The Monster Abyss. Cool. Ik heb er zin in. Even al die interferences. Een match. Woo! Ja, zoals ik al zei, dit skippen we. We hebben onze titel nog. Hier hoefden we geen enkele te verdedigen. De afgelopen 3 maanden. Ik ben benieuwd waarom niet. Want ik vond dat... Ja, het had eigenlijk wel gemoeten op zich. Misschien bij Night of Champions, maar boeien. En daar is Abyss. Ik wou even zien hoe hij eruit ziet. En het ziet er niet verkeerd uit. Goed bezig. Team Hell No. Ja, dat is old school. We hebben nou Corporate Kane zonder masker. Die vecht in pak. Of nou ja. Even bij Warrior. Zeg dat goed? Pak? Nee. Oh, wat de hel doet Dean Ambrose hier? Nou ja. Het zal wel. Het zal. Misschien gaat hij achter mij aan. We zullen zien. Corporate Kane. Haha. Die toen bij de Royal Rumble, geloof ik, half in zijn pak. Hij deed zijn jasje en zijn blouseje uit. En bleef hij net de broek, bleef hij worstelen. Hij werd er wel gauw uitgeknikkerd. Maar weet je, het werkt wel, Corporate Kane. Als ik het zelf. Het werkt. Hij is niet de... Hij kan ook met zijn leeftijd de monster en zo. De Devil's Favorite Demon, hoe ze ook werd genoemd, de Big Red Machine, als een bijname. Met zijn leeftijd, moa, of dat überhaupt nog zal werken, I don't know. Goed uitgevoerd, kan alles werken op zich, maar... Tijden veranderen, en Corporate Kane, het werkt, naar mijn mening. Het had iets, in het begin. Ik heb het de laatste tijd niet gezien, niet gekeken, WWE, zoals ik al zei in mijn vorige video. Maar goed, van wat ik heb gezien, lijkt het te werken. Hij lijkt zijn rol goed te kunnen uitvoeren, dus ja. Mij hoor je niet echt klagen. Maar damn, heeft zijn body nu al oranje, dat komt door de match pace quick, dus dan gaat alles lekker snel. En dat is ook niet erg. Maar dit is wel heel erg. Signature move, en hij ligt mooi in het midden. Oeh, boom, boom, boom. Boom drop. We gaan hem gewoon direct wakker maken. Boom. 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 We staan ingedeeld voor een match. En dan willen we natuurlijk gewoon winnen. Trouble in Paradise. Nou. Dan gaan we pinnen. En dan wordt het gewoon in één keer een 3-count. Let maar op. 1, 2, 3. Netjes. Yeah. Yeah, buddy. Easy win. Zo. Oh, Antonio Cesaro. Waarom? Huh? Oké, dingen worden behoorlijk upgeshaked als het ware. We zagen Dean Ambrose in het publiek. Vervolgens komt Antonio Cesaro ons aanvallen. Oké, weet je, ik bedoel, ik vind het niet erg. Het is best schijnig, maar het is ook apart. Nou ja. Het is een leuke switching. We gaan naar SmackDown. Hebben we hier iets? Nee, maar ik sluit hier wel mijn video af. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Drop een like als je het leuk vond. Abonneer gerust voor meer als je dat nog niet bent. En ik hoop jullie te zien bij mijn volgende video. Nogmaals bedankt voor het kijken. Laters!